Welkom bij het allerlaatste boekenpraatje van 2019. Een beetje een speciaal boekenpraatje, omdat ik het vandaag eigenlijk uitsluitend wil hebben over Dordrecht. De stad waar ik ooit ben geboren, waar ik ben getogen en waar ik nog steeds woon. En ik wil eigenlijk ook gewoon maar eens plat ordinair met mezelf beginnen. En dat heeft een reden. Ik heb namelijk dit jaar het geluk gehad om 2 boeken te mogen publiceren. Eigenlijk een boekje en een boek. En het eerste boekje, dat is een deel 38 uit de serie Verhalen van Dordrecht. Dat is een serie boekjes die is opgezet, of die wordt uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Historisch Platform Dordrecht. En al die boekjes, het zijn maar 40 pagina's, maar mooi geïllustreerd, mooi opgemaakt. Die handelen over een onderwerp uit de Dordtse geschiedenis of cultuur. En mij werd verzocht om een boekje te schrijven over de Dordtse letteren van 1572 tot 2019. En ja, dat geeft eigenlijk een beetje, in het kort, een overzicht van het letterkundig leven in Dordrecht. Het is geen literatuurbeschouwing op zich, want ik ben natuurlijk historicus en geen literatuurdocent. Maar het geeft een overzicht, een historisch overzicht van het letterkundig leven in Dordrecht. Een aantal schrijvers en schrijfsters passeert de revue. En we beginnen in 1572. Dat heeft een reden die in dit boekje uiteen wordt gezet. En we eindigen in het heden bij alledaagse schrijvers, als daar zijn in Dordrecht Marieke van Leeuwen, de voormalige stadsdichter, Wil Boesten, Josse Kok, ooit in 2014 genomineerd voor de C. Buddingprijs. En natuurlijk ook komt de naamgever van die prijs, Kees Budding, Kees met een K, aan bod. En mensen als Jan Eikelboom, Wim de Vries. Ook wordt er iets gezegd over de Culturele Raad. Prachtinitiatief in de tijd in Dordrecht, hè, ongekend. Andere steden kwamen naar Dordrecht om over die Culturele Raad te leren en te zien hoe bijzonder dat was. Een plan uit de koker van de Dordtse dichter Ton de Lamarre. Helaas heeft die Culturele Raad maar van, ik meen, 1968 tot 1983 bestaan. Toen vond de gemeenteraad het wel weer mooi geweest. Toen hebben ze de ongehoord kortzichtige beslissing genomen om die Culturele Raad weer op te heffen. Dat is een beetje ook een lijn in dat boek. De eerste lijn in het boek is wel dat, hoe aardig de Dordtse letteren er ook uitzien, dat het vergeleken bij de andere kunstvormen de letteren altijd een beetje een ondergeschoven kindje zijn. Dat zie je ook aan het subsidiebeleid van de overheid. Tweede is dat er allerlei aardige, leuke, mooie, vaak zeer geslaagde projecten worden opgezet, maar dat men het op het stadhuis dan na een paar jaar wel weer welletjes vindt. En dan wordt de subsidie ingetrokken of er moet zo nodig iets nieuws komen, want het is een soort hardnekkig geloof dat alles wat nieuw is, dat ook beter is. Dat is natuurlijk volslagen onzin, dat hoeft helemaal niet. Maar daar gaan mooie projecten in Dordrecht, en niet alleen op het gebied der letteren, ook wel eens aan ten onder. Nou, het is geen moppenboekje hoor, het is een zo neutraal mogelijk overzicht. Deel 38 in de verhalen van Dordrecht en het is in de Dordtse boekhandel te koop voor nog geen 5 euro. Dus ik bedoel maar, doe jezelf niet tekort. Tweede boek wat ik geschreven heb, en dat is heel wat dikker dan 40 pagina's. Dat is over de 300 pagina's. Dat is het boek Met gemengde gevoelens op reis. Dat verscheen in eind november. En is begin december in Dordrecht gepresenteerd. En de ondertitel zegt het al, dat zijn brieven aan Stella. Ooit schreef ik een boek dat onder de titel Het is er niet van gekomen. Dat was een verzameling brieven aan Stella die ik ben gaan schrijven een aantal jaren na haar overlijden. Dat was voor mij toch een soort
behoefte, zeg maar, om toch contact met haar te houden. Ook al weet ik dat er nooit een antwoord zou komen. En dat boek was zo succesvol dat de uitgever Lieverse mij verzocht om daar een vervolg op te schrijven. En dat heb ik de afgelopen 5 jaar met tussenpozen aangewerkt. Ik heb het boek uiteindelijk afgemaakt op het Nederlands Instituut in Athene, waarvoor ik de mensen van het instituut nog heel hartelijk wil danken voor hun geweldige gastvrijheid en voor het gebruik van hun prachtige referentiebibliotheek. Het boek speelt namelijk ook voor een groot deel in Griekenland, omdat Stella, zoals sommige mensen weten, Griekse was. Zij is in 2007 overleden, maar daar wil ik nu verder even niet op ingaan. Dit boek kun je het beste zien als een dagboek in brieven. Het is wel het epistolaire genre, zeg maar het is een soort dagboek in brieven. Wat zich gedeeltelijk in Nederland, gedeeltelijk in Engeland, onder andere op een congres van de Dickens Fellowship, afspeelt en voor een groot gedeelte in Griekenland. Ik zou zeggen, ook dit boek is vers van de pers, is te bestellen bij uitgeverij Lieverse, maar het is ook bij elke boekwinkel in Nederland te bestellen, omdat het via het Centraal Boekhuis kan. Bovendien ligt het in Dordrecht te koop bij de boekhandel Vos en van der Leer in hun nieuwe zaak, het monumentale pand in de Visstraat in Dordrecht. En dat is om de hoek bij mijn stamcafé Visser, Poffertjesalon Visser, waar het boek dus is gepresenteerd. Tweede, of eigenlijk het derde waar ik het over wil hebben, dat is de gedichtendag. Afgelopen gedichtendag 2019, ook in de gedichtenweek van 2019, is het in Dordrecht bijzonder stil geweest. Er is weinig aandacht aan besteed. Dat wordt dit jaar anders. Op 30 januari organiseer ik in Door, op de Spuiboulevard 220, om 8 uur, vanaf 8 uur, de zo langzamerhand traditionele dichtersontmoeting Dordrecht-Zeeland. En daaraan werkt een aantal dichters mee. Vanuit Dordrecht en omstreken hebben we Amarantha Groen, Johanne Hulsman, Josse Kok en Marieke van Leeuwen. Van de Zeeuwse kant hebben we Rogier de Jong, André van der Veeken, Jan J.B. Kuipers en dan moet ik even nadenken, want dat zou Wim Hofman zijn, maar Wim Hofman die kan niet. Daarvoor in de plaats is gekomen Tom Schreier. En als speciale gast hebben we dan ook nog vanuit Friesland de oud-Dubbeldammer. U weet waarschijnlijk dat in 1971 Dubbeldam is opgegaan de gemeente Dordrecht, maar hij is eerder geboren, namelijk in 1952. Is in de plaats gekomen, dus de oud-Dubbeldammer Job Degenaar, ook een bekend dichter, die tegenwoordig dus in het schone Lemmer woont. De avond organiseer ik in samenwerking met Door en met de redactie van het tijdschrift Balustrada. En het begint dus om 8 uur en het is zo rond 10 uur, 10:30 afgelopen. Maar dan is er natuurlijk altijd nog gelegenheid tot een gezellige nazit. Eigenlijk zou het organiseren van een dergelijke avond de taak van de nieuwe stadsdichter van Dordrecht moeten zijn. We hebben al een paar jaar geen stadsdichter meer in Dordrecht. In juli heeft de gemeenteraad besloten om er weer één aan te stellen en de procedure volgens welke dat moet gebeuren loopt op dit moment. Mensen kunnen zich tot aan die gedichtendag opgeven als stadsdichter. Men kan ook iemand nomineren. En dan wordt in april wordt die dichter benoemd. Ik weet niet precies hoe dat gaat, maar als u de details wil weten, dan moet u daarvoor naar de
gemeente Dordrecht naar de informatiepagina's op het internet van de gemeente Dordrecht. Ik wil alleen wel zeggen, ik vind het heel belangrijk dat er een stadsdichter komt in Dordrecht. Niet alleen om de poëzie in de stad zelf te bevorderen, hè, en de aandacht voor poëzie, het lezen van poëzie, ook om op poëtisch gebied dingen te organiseren. En om af en toe, als er eens iets leuks te vieren is in de gemeente daar, of iets tragisch gebeurt, of in ieder geval iets wat de moeite waard is om daar met een gedicht bij stil te staan. Maar ik ben zelf daar geen kandidaat voor. En ik zal je vertellen waarom. Ik ben niet zo iemand die, in de eerste plaats schrijft niet zoveel gedichten. Ik ben meer een prozaïst. Naast dat ik historicus ben. Maar ja, ik heb geloof ik dit jaar een stuk of 12, 13 gedichten geschreven. Het duurt ook altijd jaren voor er weer een nieuwe dichtbundel van mij is. Ik vertaal wel ook poëzie, maar dat is weer een andere tak van sport. Binnenkort komt er in Balustrada een aantal vertalingen uit het werk van de Engelse dichteres Joanne Lindbergh. Maar ik ben niet iemand die graag, op commando schrijft. Ik heb ook altijd heel erg moeite met thema's in de poëzie. Een gedachte moet bij mij opborrelen. Meestal duurt het jaren, nadat ik een idee krijg, jaren later komt er dan wel eens een gedicht uit. Dat zit de historicus in mij. Ik schrijf het liefst over dingen die 25 jaar of langer geleden gebeurd zijn. Maar ik ben niet zo van, nou, dit is het thema. De burgemeester heeft een jubileum bijvoorbeeld. Of de gemeentesecretaris gaat trouwen. Of noem maar iets geks. En daar moet je dan iets over schrijven. Nou, dat ligt mij helemaal niet. Maar ik vind wel dat het heel belangrijk is dat er een stadsdichter is. Voor de redenen die ik net heb genoemd. Maar zo'n stadsdichter is natuurlijk ook een ambassadeur voor de stad Dordrecht. En een relatief goedkoop visitekaartje voor de stad. Ja, wie de stadsdichter gaat worden, weet ik niet. Er is een aantal goede kandidaten in de stad. En in de loop van april gaan we zien wie dat wordt. En voorlopig, het is nu 29 december, voorlopig steven we eerst even af op de jaarwisseling. Sommige mensen denken dat het al zover is, want je hoort al overal geknal om je heen. Maar ik wens u allen een veilige jaarwisseling. Dat u toch maar weer ongeschonden uit de oorlogszone tevoorschijn komt. En een heel mooi begin van 2020. En ik wens vooral de Dordtse letteren veel voorspoed in het komende jaar. En hiermee zijn wij aan het eind gekomen van ons boekenpraatje. Het gaat u goed.